Een van de belangrijkste principes op het internet is eerst geven. Nou, en doen we meestal niet in de vorm van geld, maar in de vorm van informatie, tips, stappenplannen, checklisten. En zo'n ding, zo'n iets wat je geeft, dat zet je op een opt-in pagina. En in deze video wil ik het hebben over essentiële elementen van de ultieme opt-in pagina. Hoe moet die er nou uitzien? Om te beginnen, maar eens eventjes. Wat is nou precies een opt-in pagina? Nou, HugoBakker.com, dit is mijn homepagina. Dat is niet de opt-in pagina. Maar hier zeg ik dus wel van: joh, gratis startpakket, ik geef iets weg. Klik ik door en dan kom ik op de opt-in pagina. En we gaan zien of dit een ultieme opt-in pagina is. En hier krijg ik dus meer informatie over dat stappenplan. Wat is het precies? Wat krijg ik? Wat leer ik? Wat zit erin? En oh, ik kan het gratis downloaden. Ja, wij doen dat in principe altijd in ruil voor naam en e-mailadres. Want dan weet ik dus waar ik het naartoe kan sturen. Dat staat hier letterlijk. Ik zou het natuurlijk ook zonder naam en e-mailadres kunnen doen. Maar ik wil natuurlijk op kunnen volgen. En als ik dan een stukje verder naar beneden scroll. Ik ga straks nog verder op in wat, ik, wat je hier allemaal ziet. Nog een fotootje, nog wat meer toelichting en nog een keertje die download knop. Dat is een opt-in pagina. Op 101werkvormen heb ik ook zo'n opt-in pagina voor dit cadeautje. En hier zie je hem wat korter. En hier is die gelijk um, duidelijk dat je naam en e-mailadres mag invullen. Nou, op bijvoorbeeld de website van Brandon Bashar op zijn homepage zie je bijvoorbeeld hier free access to. Oftewel uh, meld je aan voor de nieuwsbrief. Dit is dus een homepagina. Dit is geen opt-in pagina. Laat dat heel duidelijk zijn. Want, en dit is een van de belangrijke kenmerken die ik zo direct nog eventjes op een rijtje ga zetten voor je. Dit is een homepagina en er zit natuurlijk heel veel afleiding. Kijk, dit is scrollen en allerlei dingen waar je naartoe kan gaan: boeken kopen, programma's, informatie, menu, uh, volgen enzovoort enzovoort. Dit is een voorbeeld van iemand uh, die wij helpen vanuit de Funnelbox. En zij heeft eigenlijk ook vanuit de homepage een knop naar haar cadeau. En dan zie je dus dat dat er fantastisch uitziet. Dat is een mooi voorbeeld van de ultieme opt-in pagina. En het cadeautje is: 15 verrassende eetbare planten. En zij heeft dat helemaal gemaakt met de Funnelbox, omdat ze gewoon helemaal niet technisch is. Als je daar een probleem hebt, zou ik zeggen, ga naar funnobox.nl en dan kun je een uh, afspraak inplannen. En dan kun je dus eventjes met ons in gesprek. Nou, die ultieme opt-in pagina. Waarom heb je deze nou precies nodig? Wat maakt nou dat dat zo belangrijk is? Er zijn vier. Redenen. En de eerste reden is dat. kijk, je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen die potentieel klant zijn, aantrekken. Dus wat geef je ze? Nou dat waar zij naar op zoek zijn. En bijvoorbeeld een snelle manier om mensen te bereiken, is te adverteren. Het is niet mijn favoriete bij uh, bezigheid, uh, als ik heel eerlijk ben, uh, maar het kan een hele snelle manier zijn om mensen te bereiken. Als je dan in je advertentie al heel duidelijk zegt van. Hey, uh, heb je hier last van ben je uh, zus en zo, enzovoort. En dan heb ik een mooie oplossing voor je. Je krijgt dit, dat en dat, en dat, zus en zo. Het enige wat je hoeft te doen is doorklikken. En dan komen ze op die op-in pagina waar verder dus helemaal geen afleiding meer is. Dus vanuit de advertentie is één. Maar het kan ook zijn dat jij um, een, een samenwerking hebt met iemand anders. Een, 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 nou ja, een collega ondernemen met dezelfde doelgroep, maar met andere producten en diensten. En die zegt: Hé, hey, ik ga die hugo eens een keer uh, helpen promoten. En ik weet dat als dat dan succesvol lukt en ze kopen daarna iets, dan krijg ik een commissie. Je noem, ze noemen dat affiliate marketing. En voor hen is het dan handig om rechtstreeks naar zo'n opt-in-pagina te kunnen verwijzen. Want. Eigenlijk promoten ze dan iets wat gratis is. Hoe leuk is dat? Ja, dus één, advertenties. Twee, affiliates. En drie, stel dat jij bijvoorbeeld een blog hebt geschreven en je wilt verwijzen naar een cadeautje wat je hebt. Dan kun je in dat blog een linkje opnemen naar die pagina. Als je in mijn blogs gaat scrollen en gaat lezen, dan zie je dat ik dat heel vaak doe. En natuurlijk doe ik ook wel eens rechtstreeks. Een, uh, nee, dat is eigenlijk altijd een, een linkje of een, een knop, een button naar die pagina. Nou, en de vierde reden dat je dit zou willen hebben, is dat stel dat bijvoorbeeld op social media iemand, jou een, uh, iemand een vraag stelt: van uh, 'Ik heb hulp nodig bij Hulp de Pub'. En toevallig, jouw cadeautje geeft daar antwoord op. Dan zou je kunnen zeggen: Joh, ik heb daar een mooi pdfje voor gemaakt en je kunt het hier gratis downloaden. Nou, dan heb je weer een nieuwe lead erbij. Dus dat zijn de vier redenen waarom je dus zo'n opt-in pagina zou willen hebben. Nou, er zijn eigenlijk twee soorten opt-in pagina's. De ene is superkort en de andere is gewoon ultiem en uitgebreid. Waarom superkort? Nou, soms is het gewoon niet nodig om een hele lange te hebben, omdat je het verhaal al in je advertentie hebt gedaan, of je hebt het verhaal al in je blog gedaan, of je hebt het verhaal al uh, op social media ergens gedaan. Dan, heb, dan hoef je op die pagina niet nog een keer een heel lang verhaal te hebben. Maar ultiem, daar staat het hele verhaal op, dat is de tweede versie. En die ultieme, die heeft vijf kenmerken, en die ga ik nu met je doornemen aan de hand van het voorbeeld. Wat ik zojuist gaf. Het eerste kenmerk heb ik dus al genoemd. Er is geen afleiding. Je ziet geen menu waar mensen naar doorklikken. Je ziet geen andere producten. Je ziet geen blogs of iets dergelijks. Er is verder helemaal niks. Dus het is een hele kale pagina. Ja, dus dat is één. Het tweede is de belofte. Dus wat is het? Wat krijg je? Het is een gratis startpakket met checklists. Stappenplan en anderhalf uur videotraining. Voor, nou ja, want daar zijn ze naar op zoek. Wat is de informatie? Het maken van een online training, cursus of programma. Dus, dat is ongelooflijk belangrijk. De bullets, die geven nog eens extra weer wat ze dan precies krijgen. En dan kenmerk drie is de afbeelding. Heel erg belangrijk. ...die kan maken of breken. Wij hebben bijvoorbeeld dit plaatje veranderd. Uh, andersom gezegd, we hadden een ander plaatje... ...en daar ging de conversie door dit nieuwe plaatje met 58% omhoog. Moet je eens nagaan. Alleen maar door een andere e-cover, zoals dat heet. Nou, dat is toch te bizar voor woorden. Die e-covers maak ik met e-cover authority... Ik zal een linkje in de beschrijving opnemen. En hier zie je trouwens uh, de huidige afbeelding. Een nieuwe die ik gemaakt heb, die veel minder goed scoorde. Dus zo kun je ook weer blijven testen. En hier kun je dus allerlei mock-ups uh, maken. Allerlei ja, uh, e-cover uh, modellen, zeg maar, kiezen. En van daaruit uh, ga je hem bewerken. Dat zal ik vast wel in een andere video ook nog eens uh, laten zien. Dus die e-cover is super belangrijk. Dan essentieel element nummer vier. En dat is de downloadknop. Idealiter. Komt er dan een pop-up waar staat ja, met dit uh, soort van tijdbalkje, zo van nou, je bent bijna klaar. Weet je wat, het is bijna groen, een progress bar. Uh, als je gewoon googelt op Windows Progress Bar, kun je die gewoon uh, gratis downloaden. Dat plaatje nog een keer en dan deze zin. Waar zal ik de checklist stappenplan naartoe sturen? Dat impliceert dus dat er een voornaam en een e-mailadres ingevuld moet worden. Ik zet hier trouwens bij: hotmail en gmail komen misschien in de spam alvast als waarschuwing. Nou, en dan een downloadknop als ze dit invullen. En uiteraard komt daarna. Het hele spel, dat ga ik nu niet uitleggen. Maar dan krijgen ze natuurlijk daadwerkelijk dat, dat stappenplan. Het gaat nu over de essentiële elementen. Die downloadknop komt onderaan nog een keer. Want sommige mensen hebben hier misschien nog niet besloten dat ze dat ding willen downloaden. En hier hebben ze het misschien wel besloten. Essentieel element nummer 5, die is echt mega belangrijk. En die noem ik social proof. En dat betekent zoiets als van. hey, andere mensen hebben dit ding ook. En vinden het tof, dan is het helemaal uh, super. Dus als je dat erin kan verwerken, dan heb ik dat op deze manier gedaan: met een gezicht, met een naam en met iemand die dit dus gedaan heeft en er resultaten mee geboekt heeft. Met een foto, met een naam, uh, overigens, titel van je ideale doelgroep, titel van je ideale doelgroep en dus met ...een resultaat, met een resultaat. Niet van, oh, wat een geweldig uh, cadeautje. Nee, het resultaat. Dat maakt het social proof. Op een andere manier heb ik het social proof gemaakt... ...op deze uh, opt-in pagina. En daar heb ik geschreven, gewoon heel klein... ...meer dan 50.000 professionals gingen je reeds voor. Wow, dat is ook daadwerkelijk zo. Oftewel, je mag natuurlijk niet liegen... Het maakt wel dat zoiets van, wow, uh, dit is veel gedownload. Element nummer zes. En dat is, maak het persoonlijk. Um, dus mensen kopen van mensen, maar krijgen dus ook graag van mensen. En dat betekent dus dat je iets van jezelf zou moeten laten zien. In de vorm van, nou heel simpel, een foto. Die zie je hier nog niet. Maar naarmate je naar beneden komt, zie je mij hier. Heel veel mensen kennen mij van 101 werkvormen. En dat ergens is er dus een, ook een linkje naar het maken van je online training of cursus. Dus dan is het een kloppende foto. En er zit hier ook uh, iets van een verhaal in. Um, voor mij was het lanceren van de bla 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 in 2012. En ruimte, dus dit is een klein beetje een soort van verhaaltje. En daarna nog een stukje soort van social proof. Sindsdien heb ik 5000 plus cursisten op online me En duizend plus cursisten die de online trainersrevolutie volgen. Dus een stukje sympathie, een stukje persoonlijk maken, wil je hierin stoppen. Ik moet bekennen dat ik dat hier eigenlijk veel minder heb gedaan. Dit is echt een wat kortere versie van een opt-in pagina. Dus die zou misschien nog wel uh, wat verbeterd kunnen worden. Maar het idee hiermee is toch van mensen hebben al besloten dat ze dit willen en dan pas komen ze hier. Hoe maak je nou zo'n opt-in pagina? En dat is als je niet de juiste tools in handen hebt, is dat best wel lastig. Ik gebruik Thrive Themes en daarom, ja, dan is het eigenlijk heel erg makkelijk. Dus even kijken of ik een klein stukje kan laten zien. Dus deze pagina is eigenlijk gewoon een standaard pagina van Thrive Themes. Dus als ik uh, zou zeggen nieuw, nieuwe pagina, dan um, noem ik hem eventjes, uh, voorbeeld op de pagina. En dan zou ik die natuurlijk eventjes concept op moeten slaan. <tie> en dan kan ik launch met Tribe theme. En daar kan ik zeggen: Oké, okay, geef mij maar eens wat voorbeelden van standaard pagina's. En die kan ik hier kiezen. Pre-built landing page. En ik gebruik het zogenaamde quick theme. Dus daar klik ik even op door. Maar er zijn ook nog andere thema's. En allerlei smart landing pages. Maar ik gebruik het quick theme. Dus ik blijf het liever daar binnen. En dan zie je soms dat er uh, bijvoorbeeld staat iets van uh, uh, opt-in page of iets dergelijks, um, blank page. Nou, video sales page. Helaas staat er niet iets van uh, ultieme opt-in page. Dus dat eigenlijk zou, zou je dat hierin willen hebben. En um, ik, ik, ik vind dat hier eigenlijk te weinig... Ja, hier staat lead generation page. Dus die zou je moeten hebben. Volgens het thema. En dan wil ik dat natuurlijk... Ombouwen. Dat ga ik nu hier allemaal niet doen, maar je ziet hier natuurlijk al de call-to-action-button. Je ziet hier dat je belofte, je wat is het cadeautje, kunt doen. Je kunt hier natuurlijk het, de afbeelding doen. Je zou hier testimonials kunnen plaatsen. Nog een plaatje. Je zou misschien hier het verhaal kunnen doen. Uh, hier nog meer testimonials, als je dat zou willen. Nog een keer die, uh, die button uh, plakken. En dan heb je zo eigenlijk een, een, een hele mooie op dit pagina heel erg snel gemaakt. Um, als je er eenmaal eentje gemaakt hebt, dan zou je ook deze kunnen exporteren. Dat betekent dat je dus, um, er een bestand van maakt en dat je die kunt importeren in een andere website. Of binnen dezelfde website kun je de pagina klonen. Uh, oh, wacht, change template, dat is niet handig. Uh, hier kan ik zeggen export landing page. En als ik dan binnen een andere website ben, kan ik hem importeren. En dan heb ik dus eigenlijk een kopietje van de ene websitepagina naar de andere website gemaakt. Dus dat zijn allemaal superhandige manieren om dit uh, te doen. Gaat voor nu wat te ver om: want misschien gebruik je helemaal geen drive-teams. Maar heb je even een beetje een idee hoe ik dat doe. Nou, dit was eigenlijk tip 22 uit het boek. Kennisverkopen online, waar we liefst 50 tips in staan. En het boek kost maar 20 euro. Wil je die nog aanschaffen, dan kan dat. Ga je gewoon eventjes naar kennisverkopenonline.nl en dan kun je het boek bestellen. Maar je kunt natuurlijk ook naar bol.com gaan. En dit boek heeft op nummer 2 op managementboek gestaan. Dat is al een leuk verhaal om ooit nog een keer te vertellen. Maar een heel lang verhaal, kort. Ik had echt. Poepie mijn best gedaan om dat boek op nummer 1 te krijgen. En dat lukte maar niet. Omdat een ander boek dus op 1 stond. En die bleek dus gewoon massaal dat boek zelf in te kopen. Nog voordat het uitgebracht was. Dus dat was een soort van kansloze missie. Um, daar heb ik echt ook een mooie les uit geleerd. En zal ik ook nog een keertje in een video uh, delen. Remind me. Goed. Dit waren de uh, zes essentiële elementen van de ultieme opt-in pagina. Als je vragen hebt... Uh, of aanvullingen, reageer hieronder en dan, uh, dan lees ik dat en dan zal ik daar ook weer op reageren. Dankjewel.